Dinsdagochtend vertrok vanaf de Witte Hoeve de 34e fietsvierdaagse. Onder zeer warme omstandigheden gingen de deelnemers op pad. Gezien de weersverwachting van de komende dagen en de afkondiging van het Nationaal Hitteplan, heeft de organisatie de nodige maatregelen genomen. Nou, het is zo dat we regelmatig controlepunten in onze routes hebben. En die controlepunten, daar kun je ook water tappen. Dat zijn allemaal horecagelegenheden die ook een toilet en sanitair hebben. Dus je kunt gewoon je bidon of je flesje daarin invullen. En dat is ook het advies wat we mensen meegegeven hebben. We hebben dat ook op de site gezet en ook gecommuniceerd. Drink voldoende, want dat is eigenlijk het meest belangrijke. Ja, zet een hoofddeksel op, smeer je in met zonnebrand. En de algemene dingen die we allemaal eigenlijk wel weten, maar nog een keertje onder de aandacht brengen van. En die ook nu in het hitteprotocol staan en wat nu landelijk is uitgevaardigd. Doe die. En ook 's middags, als je 's middags fietst, doe rustig aan. Doen ze in de zuidelijke landen ook. Dus dat moeten we dan hier in Venray ook kunnen doen. Nadat de deelnemers waren toegesproken door wethouder Jan Lonen en voorzitter Jan van Stelten, konden onder de klanken van Harmonie Sint-Katrine uit Leunen, Veulen en Heide de voeten op de pedalen worden gezet voor de 30, de 45 of de 60 kilometer. Zoals ieder jaar zijn er ook deze editie weer twee goede doelen actief tijdens de fietsvierdaagse. Dat zijn de Sint-Katharina, de harmonie die vanochtend ook bij de opening gespeeld heeft. Die zijn vanmiddag ook aanwezig als goed doel en hebben hun prijsjes verzameld. En via de tombola kunnen ze dan weer geld inzamelen. En donderdag is de stichting Wouw Wenst. Die organiseren voor kinderen activiteiten die ze anders nooit kunnen doen. En daarvoor hebben ze ook geld nodig om dat ook geregeld te krijgen. Voor Harmonie Sint-Katrina uit Leunen, Veulen en Heide komen de extra inkomsten op een goed moment. In 2020 bestaan wij 100 jaar en dan gaan we allerlei festiviteiten doen. Eén daarvan is een promsconcert. En het is fijn om daar wat geld voor te hebben om dat wat extra aan te kleden. Maar het is 2020, dus de voorbereidingen zijn net gestart. Alle details, dat moeten we nog helemaal gaan invullen. Waar we na de vakantie wel eerst mee van start gaan, is komend najaar. Een concert in de Schouwburg in Venray met een zandmagier. Het is op zondagmiddag 4 november een familievoorstelling. Waarbij wij muziek maken van de Efteling, sprookjes, allerlei leuke melodieën. En die worden in beeld gebracht door iemand die met zand op een scherm de beelden daarbij maakt. En ja, iedereen is hartelijk uitgenodigd om die zondagmiddag in de Schouwburg te komen. De kaartjes zijn te krijgen via de Schouwburg. We zijn heel blij dat we uitgenodigd zijn om dit te doen. Ook voor de vele vrijwilligers worden het warme dagen. Wiel Pelser bevond zich met twee collega's op de Deurnesseweg om de oversteek in goede banen te leiden. Hoe gaat dat vandaag hier op dat drukke punt? We kunnen het nog lekker aan, hè. Het gaat redelijk goed nog. Er is één ongeluk gebeurd, of mijn vrouw is daar gevallen, hier aan de andere kant van de weg. Die schoot met de fiets van de weg af en ja, dan valt ze om, hè. Maar ja, we hebben de EHBO erbij, dus Anne heeft alles geregeld en vervoer gezorgd. Dus die auto, die mevrouw is van de Venray met haar fiets en haar man de zorg gefietst. Dus het was niet heel ernstig? Nee. Het was wel een beetje aan het gezicht en zo, maar de pleisters, alles hadden ze bij. Dus het is wel lekker terug naar Venray en die man is doorgefietst. Nou, Dus dat is het enige. Ik hoop ook niet meer te gebeuren, want dit is hier toch echt, heb je de handen hier vol, s'morgens. Vrijdagmiddag zitten de vier dagen er weer op. De deelnemers worden dan ook weer ontvangen in de Witte Hoeve. Ja, dat is ook weer een happening waar de Rozenkoningin uit Lottum dit jaar weer aanwezig is. Die zal meehelpen om de prijzen en de medailles ook uit te reiken. En dat zal weer een hele happening worden hier bij de Witte Hoeve. Thank you.
Met die vingers aan de bel. Ja? Want dat is toch...